Waar zijn ze gebleven? Een BN'er die de schijnwerpers achter zich heeft gelaten, praat je in deze rubriek bij. Vandaag, zangeres Sita Vermeulen, bekend van de band Chaotic.Sita, 39, werd in 2001 in een klap bekend met haar deelname aan het Jorin-programma Starmaker. Ze vormde samen met Rachel Kramer, Anna Speller, Bart Vonken, Boegraat Jon Pomvol, Stefan de Roon en Martijn ter Porten de band Chaotic. De groep wist het tot de finale te schoppen, won en scoorde daarmee een contract bij platenmaatschappij BMG. Hun eerste nummer dan, Eating Key Love You, was direct een hit en kwam op 1 binnen in de Nederlandse top 40. Ondanks het grote succes dat de band had, besloot Sita eind 2001 Chaotic te verlaten en zich te focussen op haar solo-carrière. Ook die stap legde haar bepaald geen windeieren. Ze scoorde met nummers als Happy en Lopen op het water, dat ze samen met Marco Borsato zong. Ik heb de gaafste dingen gedaan en gezien, blikt Sita terug. Ik was toen best ontspannen en kwam net kijken, dus ik vond alles leuk. Ik was die nuchtere Noord-Hollandse meid, liet alles gewoon over me heen komen. Tegenwoordig staat Sita vooral op de planken in familievoorstellingen. Ze was te zien in De Kleine Zeemeermin, speelt momenteel de hoofdrol in de musical Doornroosje en is volgend seizoen te bewonderen als Belle in Belle en het Beest. Dat doe ik nu een aantal jaar. Ik ben er gewoon zo ingerold, wilde kijken hoe dat zou zijn, maar ben toen nooit meer weggegaan. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin. Ik vind de kindjes leuk, het acteren is leuk en het zingen natuurlijk ook. Punt en er is nog iets dat haar huidige werk zo leuk maakt, zo verklaart Sita, er komen 2 generaties naar mij kijken. De ouderen kennen mij van Chaotic, terwijl de kindjes juist voor mijn voorstellingen komen. Punt Sita mag dan wel een andere weg zijn ingeslagen, zingen is nog steeds iets dat ze graag doet. Al miste de hectiek van haar zangcarrière absoluut niet, het was toen echt heel erg gaaf, maar ook heel heftig, zo legt de actrice uit, die ook voor Fox Kids presenteerde. Ik mis de hype en het heftige van het sterrenbestaan bijvoorbeeld niet. Dat komt ook omdat ik nu in een andere levensfase zit. Punt toch staat Sita zo nu en dan met Chaotic nog op het podium, op foute feestjes bijvoorbeeld. Contact is er ook nog steeds, we hebben een appclubje met elkaar. Het gaat supergoed met iedereen en we hebben hetzelfde gevoel, het was een toffe tijd. Punt concrete plannen voor de toekomst heeft Sita nog niet, voorlopig ben ik nog 1,5 jaar in voorstellingen te zien. Maar presenteren lijkt me nog heel leuk en ik sluit ook niet uit dat ik binnenkort weer iets opneem. Ik laat het gewoon allemaal op me afkomen. Ook op privévlak gaat het goed met de zangeres. Ik woon samen en heb een superleuke vriend. En een kinderwens? Die is er wel. Wie weet in de toekomst,